Wil ik wel Kelderman. Straks in de tijdrit op het WK. En met die klim aan het eind. Niet kansloos. Voor een top 3. Zie ik nu maar stout. Ja, ik dacht top 5, maar ja, waarom niet? Een goede Kelderman met een goede klim. Naar het einde toe. Staat scherp. Zal zeker beschikken over de nodige motivatie. Dit moet hem, laat ons hopen dat hij die Vuelta goed kan afwerken. Zonder ziek te worden. Dan is dat op zich al een succes, vind ik. Zal natuurlijk, gezien zijn muntende uitgangspositie die hij nu heeft, kans op een eindpodium in de Vuelta vol moeten doorgaan tot het bittere einde. Het zal ook meer dan waarschijnlijk de ploegentijd moeten rijden op het WK. Dat wordt veel. Dan wordt het inderdaad allemaal veel. Dat zal net die dag er te veel aan kunnen zijn, die laatste tijdrit. Echt namelijk af van Geesing.